Ja, vrienden, de strandwachter in mij, ja, die kan gewoon niet anders. Nee, hier. Ik moet jullie wakker houden. Daar gaat het om. Ja, wat betreft de corona. Ja, want kennelijk willen jullie niet luisteren. Dus jullie moeten... wakker blijven. Daar gaat het om. En dan moet ik dus van pure ellende... moet ik dus... op zo'n toetertje gaan zitten. Zitten blazen... om jullie bij de les te houden, want daar gaat het om. Ja, op de een of andere manier willen jullie niet luisteren of zo. Want dan zeggen jullie weer van... ja, de regering die neemt ons met al die maatregelen... die neemt ons in de maling. Of dan waren het weer samenzweringen. Ja, dan hadden jullie dat weer verzonnen. Of het was bangmakerij. Ja, dan krijg je die weer. Dus er was altijd wel wat... En dan intussen maar niet die maatregelen opvolgen. Ja, en toen kwam die versoepeling. Ja, natuurlijk. Van jongens, nou ja, neem je eigen verantwoordelijkheid en ga je gang maar. En hup, iedereen was het vergeten. Niks meer corona, we zijn ermee klaar. Het is afgelopen, we hebben het afgesloten en we gaan allemaal feesten en hoppatee en doe maar raak. Ja, en toen hebben de experts, die hebben de hele tijd gezegd achter elkaar, kijk nou uit, want corona is nog lang niet weg. Nee, corona is nog steeds onder ons. Dus doe voorzichtig aan en hou je aan al die voorschriften en volg dat nou op. En kijk, wat hebben we nu? Ja, ja, hé, hey, de comeback van de corona. Ja, hè, hè, daar hebben we het de hele tijd over gehad. Al die mensen en ik ook. Ik heb ook steeds gezegd van jongens, hou je er nou aan. Wees verstandig, ga daar slim mee om en enzovoort, enzovoort. Maar nee, en hup, corona, ja, pring, die hebt zich gemeld en aangebeld. Staat voor de deur, ja. Nou is de vraag, gaan we open doen, ja of nee? Nee, voorlopig even niet. Voorlopig doen we niet open. We gaan ons herpakken achter die deur en we gaan ons toch aan die regels houden. Daar gaat het om. Daarom blaas ik nog maar een keer. Blijf bij de les, want er is nog niks verloren. Nee, er is nog niks verloren. Er is nog helemaal... Ik bedoel, de tweede golf die kan er aankomen als we door blijven fietsen zoals we nu doen. Als we ons gewoon er maar niks van aan blijven trekken en ons gangetje blijven gaan. Ja, dan komt die tweede golf vanzelf. Ja, hè, daar kan je dan gewoon op wachten. Maar nee, we staan nu op dat kantelpunt. We staan nu op het punt, het kan links en het kan rechts gaan. Het kan goed gaan en het kan fout gaan. En laten we nou naar die goede kant gaan kijken. En dat betekent gewoon, wat er gezegd wordt is... hou je nou eens aan die anderhalve meter. Daar gaat het om. Dat is de essentie van wat we nu moeten doen. En dan kunnen we dat allemaal een beetje op afstand houden. Want voor je het weet, komt die tweede golf. En voor je het weet, zitten we jullie allemaal weer thuis. En voor je het weet, zit je weer met een hoop ellende. En waarom zou je dat nou doen? Het is niet nodig. Hou je nou gewoon aan die regels. En vrienden, alsjeblieft. Blijf wakker. Blijf scherp.